Hallo. De Tweede Kamer praat vandaag en morgen over een onderwerp waar steeds meer Nederlandse kinderen mee te maken krijgen. Dit jaar minstens 30.000, namelijk over echtscheiding. Want ze zijn bezig om de echtscheidingswet gedeeltelijk te veranderen. Een van de dingen die de regering beter wil gaan regelen is het contact tussen de kinderen en hun vader of moeder die ergens anders woont. Soms loopt dat contact heel soepel, zonder al te veel problemen. Op een dag kwam ik uit school en toen, tussen de middag. En toen vertelde moeder dat mijn vader en moeder gingen scheiden. En dan ging ik bij mijn moeder wonen. En toen begon ik te huilen en dat vond ik niet leuk. Nee. Ga je vaak met je vader? Ja, om de 14 dagen. Ga ik vrijdagavond ga ik weg en ook zondag gaan we weer terug. En dinsdagavond komt mijn vader bij ons. En hoe is het in de vakanties? Nou, dan ga ik eerst met mijn vader of eerst met mijn moeder op vakantie. Het hangt vanaf wat voor plannen we hebben. Eerst waren we de laatste vakantie waar ik met mijn vader naar Frankrijk geweest. 14 dagen. En met mijn moeder was ik ook op vakantie geweest. En mijn broertje en ik woonden dus bij mijn vader. En in de eerste klas gingen ze scheiden. Nou, en toen kwam mijn moeder dus elke dag bij ons. Ja, en nu gaan we elke twee weken het weekend naar mijn moeder toe en de helft van de vakanties. Maar als je nou zin hebt om door de week een keer naar je moeder te gaan? Nou, dat mag. Dan mogen we in het weekend of gewoon eens een keer woensdag als je zin hebt. Dan moet je dat van de dag van tevoren moet je alvast afspreken. En de volgende dag kan je dan naar je moeder toe gaan. Hoe vind je dat je vader en moeder gescheiden zijn? Niet zo leuk. Nou, ik had natuurlijk liever gewild dat mijn vader bij ons woonde, maar de scheiding is wel goed gelopen. Hoe bedoel je? Nou ja, bij sommige kinderen is het wel heel slecht dat ze veel ruzie hebben gemaakt. En daar heb ik niks van gemerkt. Voor veel gescheiden ouders en voor kinderen als Sylvia, Ewout en Marieke zijn nieuwe regels in de wet niet zo hard nodig. De meeste komen er samen wel uit. Ze maken samen goede afspraken voor contact met de kinderen. Maar toch zijn er jammer genoeg nog heel wat bij wie dat niet lukt. Minister De Ruiter wil daarom dat er in de wet komt te staan dat kinderen het recht hebben om te gaan met allebei hun ouders. En beide ouders met het kind, ook al wonen ze dan niet meer bij elkaar. Kinderen die bij de ene ouder wonen, moeten regelmatig bij de andere op bezoek en op vakantie kunnen gaan. De ouder die voor het kind zorgt, mag dat niet zomaar weigeren. Als hij of zij het echt niet wil, moet er aan de rechter toestemming gevraagd worden om die bezoeken te stoppen. Ook vindt de minister dat gescheiden ouders allebei voor het kind verantwoordelijk blijven. Belangrijke beslissingen moeten ze daarom samen nemen. Bijvoorbeeld een school kiezen naar de lagere school. Nou zullen kinderen niet willen dat hun ouders alles voor hen regelen en uitmaken als ze uit elkaar gaan. Ze zullen op zijn minst willen meepraten en meedenken. Ik had haast niks te vertellen van dat ik dinsdag naar mijn vader of zo, of dat mijn vader hier komt, had ik helemaal niks over te vertellen. Dat werd gewoon geregeld. En wat vind je daarvan? Nou, ik had eigenlijk zelf liever willen van zus en zo, kan mijn vader bij hier komen of ga ik naar daar? Ik vind dat je het zelf moet uitmaken of zo, wanneer je naar je ouders toe moet. Ja, en het is ook zo dat als wij een vader zijn of wij een moeder, dat je dan een tijd van tevoren, dat je dan ook zelf mag vragen, mag ik daar naartoe? Dan mag je, dat mag bij ons, kan je dat dan gewoon vragen en dan kunnen we dat regelen. Dat vindt mijn vader dan niet zo heel erg. En ik vind het ook niet goed als je opeens, dan moet je naar je vader of dan moet je naar je moeder. En dan moet je er blijven en dan moet je maar luisteren. Sommige leden van de Tweede Kamer vinden, net als Sylvia, Ewout en Marieke, dat de nieuwe echtscheidingswet meer rekening moet houden met wat de kinderen willen. Want anders kan het gebeuren dat de ouders met elkaar aan het kibbelen en het ruzieën raken over hun eigen rechten en dat de kinderen heen en weer geslingerd worden tussen de een en de ander. En dat kan niet de bedoeling zijn. Er wordt daarom in de Tweede Kamer geprobeerd
om de voorstellen van minister De Ruiter nog wat te veranderen en de kinderen meer rechten te geven. Of dat lukt, is nog niet helemaal zeker. En dan het weer. Het is morgen droog en er komt meer zon. 'S Middags wordt het ongeveer 19 graden. En in het Waddengebied wordt het iets minder warm, daar wordt het ongeveer 12 graden. Morgen overdag zon en wij zijn er weer om 6:30. Tot dan!